dames en heren, en welkom alweer bij een heel nieuw video van Farming Simulator 22 Zero Money. Vandaag zijn we natuurlijk weer in de map van Farming Simulator 22 Zero Money. En vandaag gaan wij, we gaan niet met mijn gras maaien. We gaan geen gras maaien doen. We gaan beginnen oosten. We gaan beginnen oosten van veld 4. Wij gaan dat contract zelf doen. Want wij hebben in de vorige aflevering deze bek gekocht voor onze combine. Hey. Mega nice dat we deze bek hebben. Maar we moeten natuurlijk ook weer met onze Nieuw-Holland. Met de kar naar de shop gaan. Om eerst eventjes te gaan ombouwen. Dus deze moeten we nog, dat moeten we nog even doen. Ik moet dat eerst uitvoeren. Ja, godver. Alright. Dan wij gaan even eerst naar de shop rijden. Misschien dat we met de massieverkussen wel even kunnen maaien. Maar we gaan beginnen. We hebben die aankoop gedaan voor de maïs te gaan oosten. Dus dat moeten wij ook echt wel nuttig gaan gebruiken. Dit zijn misschien allemaal domme investeringen. Ik weet niet, de beeldkwaliteit is ook een beetje waziger geworden. Ik moet even kijken voor de goede instellingen voor de farming. Maar ja, dat zal nog wel een keer gebeuren. Maar wij gaan eerst met op ons gemak naar de winkel. En dan kunnen wij namelijk met heel het konvooi naar veld 4 gaan. Dus ik zie jullie als de kar omgeruild is. Omgetoverd is tot een capaciteitkar, ja, noem je dat. Ja, tot straks. Zo, voilà. Hij is natuurlijk weer helemaal geconfigureerd. Alright. Nu kunnen wij weer met de machines erachter. We gaan met de Nieuw-Holland achter de combine. Want ja, natuurlijk, de combine is natuurlijk minder snel dan de Nieuw-Holland. En anders gaan we elkaar niet bijhouden. We moeten eerst een keer de route uitstippelen naar veld 4. We moeten naar hier leveren. Is niet zo heel ver. Veld 4 is 3. Hier is veld 4. Dus we moeten eerst helemaal zo deze baan vol. Dat valt eigenlijk nog goed mee. Van uitstapje. Dus dat gaan we even doen. Ik had de verkeerde aangetikt, maar kijk. Het is deze. Wacht even. Hoe werd het volgende eerst weer? Laat de controle. Voilà, ik moet erom tegenplein. Oké, misschien is dat niet te doen. Alright, even vegen trust. Kom maar, you have the power. Alright, maar ik zie jullie als we bij het veld zijn, dus tot straks. Zo, voilà, we zijn met de combine toegekomen op het veld. Dit is natuurlijk het veld dat wij hier gaan doen. Waarom wil deze niet? Wat nou voor de net wat hij veel meer op me nemen. Ja, kijk, dit werkt wel. We gaan hier een koerspleetje opzetten. Dus deze gaan wij dan zelf gaan oosten. Mega leuk. Yes, yes. Deze gaan we dus nu zelf gaan oosten. Normaal komen van plas van plan om het nog gaan bieten te gaan doen. Maar ja, dat gaat niet meer lukken omdat deze combine niet kan oosten. Dus dan moeten wij zelf gaan oosten. Maar eigenlijk geen probleem. Ik kan een beetje zelf gaan dingen doen. Maar ik denk wel dat we nog bieten gaan doen. Dus dat gaan we sowieso nog doen. Maar ik denk dat dat voor de volgende aflevering gaat zijn. Want hier houden we wel nog even bij. Maar die zonnebloemen, ik weet niet. De zonnebloem brengt wel veel geld op en zo. Heel leuke naden. Maar ja.
is het niet zo voor heel veel geld. Maar we doen het gewoon voor de auto. Maar kijk. Ik zie jullie als ik mijn combine vol is. Dus tot straks. En voilà, we zijn bijna vol. Ik denk dat we net... ja, we gaan het wel halen, denk ik. Qua... ja, ik weet niet. Ja, we gaan het wel halen. Maar dit halen we. Niets. Right. De eerste lading zonnebloemen. We zijn ongeveer... we zijn nog niet op de helft van het veld, denk ik. Allee. Ja, het helft. Nee, niet echt eigenlijk. Maar ik denk dat we wel een volle trailer gaan kunnen krijgen, sowieso. Maar ja, ik wil sowieso nog... ja, die bieten gaan rooien. Dat wil ik sowieso. Maar we kunnen nog andere dingen ook doen. Bijvoorbeeld... wacht even. Dit kunnen we ook doen. Of nee. Nee, we moeten naar de baan, we moeten naar de andere shop. Wacht even. Jij? Met de B en niet met de B. Want anders kunnen we naar iets droppen. Ja, deze kunnen we ook nog doen. Dat is sojabonen oosten. Veld 171. Dat is... hier ergens 171 hier is dit veld, dat kunnen we ook doen, dat kunnen we ook nog gaan doen, maar ik wil sowieso gaan bieten rooien. Ik wil dit gaan doen, ik wil gewoon 184 is dit veld, is wel heel tijd een eentje reden, maar alleen ik wil dat wel doen. Ik sta er paraat voor. Dus dat kunnen we doen. En dat wij... dat de... ja, hoe moet dat zeggen? Ja, dat we eerst een route maken. En dat wij in die bietrooi zitten. Of dat we best in het oosten zijn met de andere veld. En dat koersplein daar werkt. Maar ja... koersplay dat te laten doen, weet ik niet of dat heel goed is. Dus dan moeten we nog even kijken. Of dat koersplay dat veld oost of voor Sojabon, denk dat er niet zo heel veel Sojabon hangt zijn op dat veld. Maar dat zal sowieso voor een volgende aflevering zijn. Ik ga vandaag dan de routes maken. En dat is het. Dan zal het voor vandaag niet zijn. Ik denk dat vandaag niet zo heel lange video gaat zijn. Toch, dat hoop ik. Maar we gaan sowieso wel een volle trailer krijgen van de campagne. Dus we gaan sowieso een keer over en weer naar beneden. Dus, maar ja, ik zie jullie als ik bij de volgende lading ben. Dus tot straks. Zo, voilà, we zijn alweer aan 96%. En we zijn nog dat klein hoekje hier aan het oosten. Het is niet meer zo heel veel, maar... we gaan toch nog een keer terug moeten keren met de trailer. Dat is nu al jammer. Maar ja, kijk. Het is niet zo. Hè. Maar we gaan dan, als we met dit klaar zijn, gaan we alle twee de contracten... oh, waarom zit het niet zo snel? Gaan we namelijk met allebei de contracten accepteren die voor het oosten van de sojabonen en het oosten van de suikerbieten, de grote. Daarmee ga ik dan wel deze video daarmee afsluiten. Ik ga dan alles voorbereiden voor de volgende video, dus dan voor het oosten. Alles klaarleggen, routes maken, dat alles een beetje rond gaat voor ons. Want ja, anders moeten wij zoveel voorbereiden in een video en als ik dat nu kan, is dat geen probleem. Hier gaat er maar 8 kub in, voilà. Ik wil een beetje kijken voor een grotere trailer. Maar ja,
Nu kan je daar nog redelijk mee door. We gaan dat aanvallen. Dit zijn zonnebloemen. Ik vind zonnebloemen redelijk leuk om te oosten. Dus ja. Maar we gaan de baan volgen waar we zijn van gekomen. Dus ik zie jullie bij het verkopend. Dus tot straks. Nee, ja, we kunnen hier niet droppen. Ja, we gaan naar een ander verkopend. Ja, wat daar gaan verkopen. Maar ja, kijk. Dit is niet leuk, hè? Dit is niet leuk, hè? Nou, we doen dan verkopen, we doen dan werk en dan kunnen ze niet verkopen. Daarom heb ik liever dat we een job doen. Maar dat we het wel kunnen verkopen bij zo'n ijzer. Maar ja, ik had het per ongeluk verkeerd aangetikt. Dus ja, nu zitten we hiermee. Maar ja, kijk, ja, ik los hem al op. Met dit is wel weer een vals programma. We krijgen wel nieuws geld van het. Oké, wat ben je? We zien er al passeerd. Is er nog iets leuks op de tweede handshop? Een nieuwe zaaier. Ja, nee, dat is wel veel geld. Dat gaan we niet doen. Ja, kijk, dit is een cheaten, zoals ze zijn. Ja, sorry. Maar ja, ik ga even dat faaltje afmaken en dan zie ik jullie weer bij de shop. Bij de verkopen, dus tot straks. Voilà, dit is het laatste zonnebloemzaden die we moeten afleveren. Ja. Wat dat we hierna gaan doen, we gaan hierna deze video gaan afsluiten. En ga ik alles klaarzetten voor de volgende aflevering. Dus ja. Jullie weten, de volgende aflevering gaan we bieten gaan rooien en gaan we sojabonen gaan oosten. Ik raak even niet op de naam. Dus dat gaan we sowieso doen. Dan moeten we sowieso weer eerst van back wisselen. Ja, nu wel maisback en zonnebloemback. Dan moeten we gewoon naar oostback. Ja, back, maar eigenlijk is dat gewoon, ja. Ja, je noemt dat een back, ja. Ik zou niet weten wat de andere naam voor is. Voorkant. Dat nog nooit hoort. Voilà, ja, we gaan het veld gewoon annuleren. Mijn 15.000 euro, hoeveel geld heb je er allemaal voor gekregen? Oostinkomsten. Verkocht hout. Oostinkomsten. Ja, we gaan dat wel, ja. We gaan dat, ja, verzamelen. In principe moet je hier 2000 euro van krijgen. Ja, 2800 euro. Moeten wij daarvan krijgen? Ja. Alright, en dat was het. Wij gaan die artikelen voor het oosten. Dit gaan we niet oosten. Misschien dat we dat daarna nog kunnen doen. We gaan dat zien. Maar we gaan die van 12.000 euro. Maar deze van 13.000 euro zelf. Artikelen lenen. En we gaan deze oosten. Wat hè? Welke was? Ja, deze gaan we ook doen. Accepteren. Dus we gaan weer mooi geld gaan verdienen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Maar hierbij ga ik deze video afsluiten. En ik zie jullie allemaal de volgende aflevering. Dus hey, tot de volgende. Yo!